Kom, kinderen. Wij gaan zo snel mogelijk dit probleem oplossen. En wij gaan naar Sinterklaas. Oké. We staan in Doorn op landgoed Zonheuvel. En daar woont de hare gepensioneerde majesteit Beatrix in de film Sinterklaas en de pepernotenchaos. En hier achter ons zie je een echte luchtballon, de koninklijke luchtballon. Met daarin lakeien van Beatrix die met een belangrijke boodschap naar Sinterklaas toe gaan. En we gaan regisseur Martijn van Nellestein en de hoofdrolspelers vragen wat ze daar gaan doen. Martijn van Nellestein, je vijfde Sinterklaas bioscoopfilm. Waar gaat die over? Sinterklaas en de pepernotengrauwers. Nou, de titel zegt het al. Gedoe om pepernoten. Sinterklaas heeft alle pepernoten op orde, alle pakjes op orde. Maar er is een loesje zakenman die eigenlijk zijn spullen wil slijten aan de Sint. Sint heeft alles al, dus hij heeft niks van hem nodig. En hij gaat samen met zijn moeder, de gemene dokter Brein en Joris en Boris, gaan ze eigenlijk Sinterklaas beroven van al zijn spullen. Om het vervolgens weer opnieuw aan hem te verkopen. Gedoe om pepernoten. Dat is wel een heel sterk verhaal. Nou, inderdaad. Zelf een beetje ongeloofwaardig. Wat je zegt. Dat zeg ik. Om in de juiste termen te blijven, is na vijf films de koek nog niet op? Ik denk dat rondom Sinterklaas de koek nooit op is. We hebben deze film ook voor gekozen om een beetje te vernieuwen. We hebben een aantal karakters mee gestopt. Inspecteur Jankers, agenten Bok, mevrouw Dakjes, een aantal van de Pieten. En we hebben weer een aantal nieuwe karakters gecreëerd. En daarmee kunnen we weer een leuke frisse start maken om de verhaallijnen weer op een andere manier verder te vertellen. Want er is zat te vertellen over Sinterklaas. Een van die nieuwe karakters is hare gepensioneerde majesteit Beatrix. Hoe heb je die zover gekregen om aan de film mee te doen? Nou ja, weet je wel, ook bij hare gepensioneerde majesteit staat natuurlijk altijd een schoentje voor de open haard. En als Sinterklaas dan belt met de vraag of ze wil meespelen, nou, wie is dan zelfs hare gepensioneerde majesteit om nee daar tegen te zeggen? Beatrix wordt gespeeld door Willeke Alberti. Was het moeilijk om haar over te halen? Nee, Willeke was eigenlijk gelijk, toen we er vroegen, was ze gelijk enthousiast over de rol. En zijn we nu aan het draaien met haar. Je ziet eruit, je hebt gezien, fantastisch, als een hele mooie, geloofwaardige majesteit. Alexander, hier je moeder. Willeke Alberti, dat zijn flinke schoenen die je moet vullen. Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Hoe is dat u gebeld wordt, wilt u prinses Beatrix spelen? Nou, ik vond het geweldig. Ik liep gewoon heel juichend in mijn eigen schoenen liep ik te huppelen. Geen moment twijfel gehad? Geen seconde. Zeg, ik heb een probleem. Ik heb zo snel mogelijk de koninklijke helikopter nodig. Even over de kleding. Heeft u Beatrix gebeld van, goh, heb jij nog wat hangen? Nou, ik denk dat ze van de productie dat gedaan hebben, want dit schijnt de echte stof te zijn die Beatrix ook gebruikt heeft. Want het lijkt wel heel echt. Toen wij daar straks aankwamen, dachten we even dat de echte majesteit er was. Volgens mij is de majesteit wat groter. Wat ik wel heel grappig vind, en vergeef mij mijn vrijheid, maar mijn oma draaide vroeger altijd het liedje van uw vader, Juliana, bedankt. Ja. En nu speelt u Beatrix. Is dit een soort van uw eerbetoon aan prinses Beatrix? Nou, we hebben ook een eerbetoon gezongen en dat is goud geworden. En ik ben een grote fan van het hele Koningshuis. En ik ben heel benieuwd hoe het er allemaal uitziet. Dat weet je natuurlijk nooit. Maar ik heb heel goed geloof erin. Majesteit, weet u dat wel zeker? Ja, moet Sinterklaas wel lastig worden gevallen met dit soort zaken? We staan hier met Freek Bartels en Patrick Martens, jullie spelen lakeien van hare gepensioneerde majesteit Beatrix. Maar wel een beetje gemene lakeien. Nou, vooral een beetje zure lakeien. Ja. Ze zijn het niet allemaal eens met wat er nu ineens gebeurt, gezien de situatie. En zijn toch wel heel erg van de regeltjes en van de wetten. Dus het zijn een beetje oude zure lakeien, ja. Toch nog iets wat goed gaat.
Nou, een beetje rustig jullie, hè? Gaan jullie maar even de koets, de gouden koets poetsen of zo. Hoe komt het zo, Patrick? Nou ja, anders wordt het, dacht ik, zo braaf. En ik denk, van, het is leuker als wij als lakeien gewoon kinderen en het gewone volk een beetje min vinden. Zo, ugh. Dat is leuker als gewoon de brave lakei spelen natuurlijk. We kennen jou vooral, Freek, natuurlijk vanwege de zoektocht naar Joseph en de Dreamcoat. Nu heb je een lakeiencoat. Ja. Hoe zit die? Nou, die zit prima, moet ik je zeggen. Het is wat warm met deze temperaturen en twee lagen velour aan. Maar het is een replica, hè, van het originele lakeienkostuum wat ze bij de Gouden Koets dragen. Dus dat is wel bijzonder. Het ziet er wel waanzinnig goed uit, volgens mij. We gaan zo meteen echt iets heel bijzonders draaien. En dus we gaan ik weet niet of we het mogen zeggen, maar ik ga het gewoon doen. We gaan een luchtballon in. Een hele bijzondere. Dat vind ik doodeng, want ik heb hoogtevrees. Jullie gaan echt vliegen ook? Ja. Dus dat is leuk. Ja, ik ben nog aan het verwerken, zie je het? Ja, we gaan de lucht in, ja. Wow, dit is echt vet cool! Super! Ja. Hey! Hare gepensioneerde majesteit, is dat wel veilig? Dit is toch zo lang niet gebruikt, hè? Moeten we het wel zeker? Het is jouw debuut op het witte doek, zoals dat dan heet. Is dat extra spannend? Nou, daar had ik niet eens over nagedacht, maar dat is wel zo, ja. Nou, ik vind het vooral leuk. En we zouden normaal niet zo snel met z'n tweeën iets gezamenlijks doen qua werk. Maar we vonden dit nou wel. Hoe vaak wordt er gevraagd of je lakei wil zijn van Willeke Alberti? Dat gebeurt ook niet elke dag. Dus voor deze gelegenheid vonden we het wel een goed plan om te doen, ja. Want voor de mensen die het niet weten, jullie zijn niet alleen nu elkaars collega, maar zijn ook elkaars partner, toch? Ja, klopt. Wie is de eerste gevraagd? Nou, ik had Martijn, die had ik gesproken en hij vond het eigenlijk een heel leuk idee als we dat samen gingen doen. Toen zei ik van ja, maar ja, we willen dat eigenlijk een beetje gescheiden houden. Maar het was eigenlijk zo'n leuke rol dat ik dacht van nou, dus dan hebben we het eigenlijk een beetje overlegd. En zei van nou, dit gaan we gewoon doen, dit is leuk. Het is iets anders dan samen op vakantie, toch? Het is heel iets anders dan samen op vakantie, ja, zeker. Oké, okay, nou ik dankjewel. Het is wel een leuk idee om zo samen op vakantie te gaan. Ja, dan ga je alleen op vakantie als je zo op vakantie wil.